Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Mario Generation met Thomas van Gaming SB. Was het maar Pokémon inderdaad. De tijd gaat er nu in. Pokémon Brilliant Diamond Race is dit. Het voordeel is wel dat we de ergste, kutste, slechtste game, dat we daarmee beginnen. Zodat wij... zo snel mogelijk kunnen beginnen met de betere games. At the moment zie ik nog geen voordeel, maar... Ja, het voordeel is dat we straks de leuke games later mogen doen. Ja, maar dat duurt nog wel, hè, als ik zo door blijf gaan. Oké, duik in dat schilderijtje. Het idee van Mario 64 is niet slecht. Nee, vind je niet? Ik vind het idee van springen in een schilderij om in een wereld te gaan in principe niet heel, heel kut of zo. Jij wel? Nee. Ik zei de vorige aflevering al. Ik denk dat als de besturing en de camera goed was, dat het echt gewoon een vette game zou kunnen zijn. Oh, dat heb ik dan eventjes niet... Nee, natuurlijk niet. Je luistert nooit naar wat ik zeg. Gast, weet je hoe moeilijk deze game is voor mij? Ik heb zo'n klein breintje, hè? Nou, behalve mijn talenkant, want ik ben zo'n talenknobbel. Oh, zo kut ben ik ook soms. Soms, zegt hij ook. Nee, maar... Dat brein die is niet zo groot, dus... Moet ik echt dat hele stuk lopen op die lok? Ja. Yo, ze mogen mij wel lokken als ze zo doen. Oh, doen we dan zo'n Sander Nuzlo? Nou, was het maar zo. Ik bedoel eigenlijk lokken als in... Ja, hij gaat ook automatisch weer terug als je erop valt. Ja. Of niet opstaat. Ik haat deze game zo fucking erg, hè. Mm-hmm. Nee. Oh, ik stond te ver naar rechts. Hoe sta ik te ver... Deze Manta, die poept ringetje. En ik hou van. Alle Manta's zouden ringen moeten poepen. Nee. Oh, doordat hij terug gaat. En hij gaat ook ziek snel terug. Nee. Ik snap nu waar psychopaten vandaan komen, gast. Voor Mario 64? Ja, echt man. Ik denk dat ik zo eentje word als het nog lang gaat duren. Dat vind ik wel schattig, dat je denkt dat je er nog één kan worden. Jij denkt dat ik er al in ben? Ja. Oh shit. Dan is het ergens blij als je het zelf niet door hebt. Hij heeft me door. Nee, als je het zelf niet door hebt, dan ben je pas als ergst. Als je denkt dat dan jij gelijk hebt. Ja. Dan ben je er echt een. Kaboom. Oké. Als het goed is, kan ik hier gewoon op staan wachten en dan gebeurt alles wel. Dat klopt, ja. Ik weet niet waar je bent, maar ik vind het allemaal prima. Oké, als je mij leugens loopt te verkopen, dan beter is het gratis. Nou, dat was het ook. Zo ben ik ook, hè. Ja, leugens verkopen, dan ben je goed in. Ja. Dat heb ik uitgevonden. Kaboom. Hoe durf je? Oh, zo'n paal. Kan ik nu paal dansen? Daar ben ik goed in. Jij danst dagelijks op een paal. Wat? Oké, ik ben niet goed in paal dansen. Een beetje een bips. Nee? Ik snap niet waar je naartoe wilt met beetje die grab. Dat je met je paal... Of nee, dat je op een paal met je bibs danst. Snap je het nog steeds niet? Jawel. Ik heb nog steeds het gevoel dat je het niet kan. Nou, dat vind ik respectloos. Ja, maar dat ben ik ook. Dat vind ik disrespectvol, bedoel ik.
Oh, je bent zo. Ik dacht dat ik zo'n talenknobbel was, hè? Hé, hey, hoezo? Ik hing eraan van. Ja, dat krijg je. Dat krijg je ervan, Sander. Yo, ik ben zo'n paard. What the freak? Ik was letterlijk zo'n paard, jongen. Nee, jij was toch een talenknobbel? Eén keer ben je een paard, de andere keer ben je een talenknobbel. Ik snap het niet meer. Ja, ik snap het ook allemaal niet meer. En dat hoef je ook niet te snappen. Sommige dingen moet je niet willen, snap. Zeggen ze in het Engels. Yo, jij bent zo'n talenknobbel? What the freak? Dat klopt, ja. Oh, je merkt wel echt. Ik probeer er gewoon het leuks van te maken en dat merk je ook heel erg. Dat ik gewoon kut loop. Als de gameplay het niet doet, moeten we het zelf maar doen. Ja, maar ik ben wel kut, maar wel op een leuke manier. Dat scheelt. Ja. Deze game is kut op een niet leuke manier. Hé, hey, hou eens op! De game dan, hè? Niet jij. Niet jij. Nee, jij mag nooit ophouden. En we stoppen nooit! Yo, ben jij Zeus? Want jij stopt nooit. God voor de tyfus. Dat is de beste pick line ooit. Wat, God voor de tyfus? Ja. Ja, die ik ben bedoelde Sander ik. En ik stop nooit. Ik bedoelde heus niet de. Stop nooit. Nee. Nou, nu kunnen we weer helemaal. Oh, ik krijg zo'n gratis leven, what the freak? Helemaal blij om een gratis leven? Lijkt wel jou en een toverstaf. Wat? Weet je, heb je mijn TikToks wel gezien, Sander? Nee, denk ik. Is dat de nieuwste? Nee, dat is al een hele oude. Dat is, TikTok, een hele, dat is een van mijn eerste. Oh. Dat is Mario Party, dat jij zo zeggen, oh, ik heb een toverstok. Oh, dat is de Super Mario Party. Nee, Mario Party Superstars. Super Mario Party is goed. All Stars, ook goed. Nee, niet All Stars, Superstars. Nee! Mario, hoe dan? Je zat goed gelined up, man. Blijkbaar niet. Oh, deze palen, I hating deze palen. Nu haat je weer op vis, ik snap je niet. Nee, paling is de Engelse woord voor paal. Jij bent zo'n talenknobbel, hè? Ja, ik kan het weten. Dat klopt. Ik ben zo'n talenknobbel. Echt één keer verspreken en je hebt er nog jarenlang plezier van. Ja, echt hoor. Ik heb. Weet je waar ik ook plezier aan heb? De mensen die deze video kijken. Nou, twee mensen. Bedankt. Ik vind het wel zielig voor ze, dat wel. Hoor je Jordi? Je hoorde het Jordi? Sander vindt het zielig voor dat je deze video kijkt. Nou, ja, want ik kan me niet voorstellen dat het goed is voor je mentale gezondheid. Op zich, de video is. Dan zie je in ieder geval nog mensen ragen. Dat is waar. Aan de andere valt kant. Deze aflevering in vergelijking met de allereerste aflevering van vandaag echt nog wel mee. Daar ging ik echt los hoor. Deze aflevering is gewoon wel zo'n leukie. Zo'n leukie, net als ik. Jij zei ook van, oh, omdat je zo'n leukie bent, krijg je een suppie. Ja, jij bent ook een leukie. Te vlot. En weet je wat toevallig is? Nee. Sommige mensen geloven niet dat het toeval is. Maar omdat deze aflevering dus zo'n leukie is. En jij zit er ook in. Maar sommige mensen geloven dus. Maar moet je niet doorvertellen, hè? Moet je niet doorvertellen. Dat komt geloven dus dat het daardoor komt, hè? Dat het door jou komt. Ik denk wel dat het waar is. Ja, ik ook hoor. Maar sommige mensen. Weet je, die complottheorieën. Niet iedereen gelooft dat, weet je wel. En kijk, wij weten het is echt. Jut. Nee, het is niet eens een kop meer. Het is gewoon out in the open. Kaboom. Boom, boom, clap. Gotta get it, get. Boom, boom, clap. Woohoo! Yahoo! Mamma mia.
through the jungle. Ja, Mamma Mia is het zeker. Jezus, wat een kut game. Sorry. Dat moest even uit. He is not wrong. Ooit zei wel iemand tegen mij, laat het los, laat het gaan. Na 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 na. Ik heb wel iemand die ooit zei van het duurt te lang. Ik zei er al een tijdje. Dat was zo Michelle, was dat. Ja, echt zo'n... Oh, dit moet zo'n ik lelijk liedje. Dit moet ik eigenlijk wel aan iemand vertellen. Nou, het volgende gebeurde. Sander en ik, die waren vandaag aan het opnemen. En ik zei tegen Sander, yo, ik ben ready. Dat heb je toch al verteld? Nee, dat heb ik nog niet verteld. Dat heb ik nog niet verteld. Oh, dat dacht ik. Nee. Op een gegeven moment zei je ook van, yo, Sander en ik en toen... Ja, maar toen ging het om iets anders. Maar ik weet niet meer waarom. Oh. Nou, maar vertel het verhaal maar. Oké, ik vertel even het verhaal, hè. Ik zei dus zo van, yo, Sander, ik ben ready. Anderhalf uur later krijg ik van Sander... Nee, dat is niet waar. Half uurtje later van Sander krijg ik een bericht van, yo, ik ben nog niet ready. En toen zei ik, yo, geen probleem. En toen zei hij meteen, zonder... ook maar enig reden om maar daarop aan te vallen, zei hij van, oh, wil je Davina Michel, of nee, Davina stuurt, geen Davina sturen, dus ik stuurde Michel. Ja, echt. Dus ik had een loophole gevonden, maar dan was het weer niet goed. Nee, kijk, weet je, het is altijd, als ik 1 seconde te laat ben, dan doe Niemand zo'n duurt te lang sturen. Oh, dat is niet waar, want het gaat niet als je 1 seconde te laat bent. Nee. Minstens als jij een kwartier te laat bent of zo, of 5 jaar. Het gebeurt ook vaak zo. Nee, dat is niet waar. Sander, ik weet dat je het druk hebt. Ik ben ik zo vaak te laat? Nee. Dan voel ik me wel schuldig. Nee. Ik zei voel me net zo'n Rick van Serpent Gameplay die ook altijd te laat is nu. En ik hoopte dat ik dat nooit zou worden, maar... Maar ik zei al... Ik wou net beginnen met zeggen van... Sander, ik weet dat je druk hebt. Ik zal je daar echt niet... Ik zal je er echt niet op aanvallen, zeg maar. Nee. Ik heb het ook druk. Dus ik kan ook... Ik zal ook binnenkort... Omdat ik nu veel meer ga werken, zeg maar, ook... Wat minder vaak kunnen, zeg maar. Om voor onze kijk, weet je wat het ook is? Dat ik vandaag laat was. Ik heb gewoon heel veel dagen dat ik tot heel laat op school ben. Mm-hmm. En... Dan die ik was vandaag vrij. En die dagen die je vrij bent, die wil ik dan eigenlijk... Ultiem besteden. Ja, want ik weet dat die andere dagen ik veel te weinig doe voor mijn gevoel. Mm-hmm. Wat waarschijnlijk niet eens voor mijn gevoel is. Maar dus... heb je vandaag dan echt alleen maar aan school gezeten of heb je ook Pokémon gespeeld? Want je had opeens 2000 encounters. Ik heb denk ik vandaag 150 encountertjes kunnen doen. Dat is op zich wel redelijk hoor. Daar niet van. Alleen, ik denk wel over het algemeen dat ik wel grotendeels... Ik ben sowieso van 1 tot 4 ben ik voor school bezig geweest. En daarna nog eventjes. Oké. Van 5 tot... Oh, deze kan ik... Ja, totdat ik met jou dus eigenlijk ging opnemen. En daar zat dan eten bij natuurlijk. Vooral als je het wil weten, Sander, ik heb gefaald net. Dus ik heb heel veel tijd verspild aan een ster die ik toch niet kan pakken omdat ik de juiste cap niet heb. Ja, sorry. Ik heb wel gehoord wat je zei. Alleen ik was eventjes heel blij dat ik een ster haalde. De eerste ster van vandaag. Ik ben trots op je, Sander. Ik weet niet waarom ik een dansje doe, want ik hoor helemaal niet blij te zijn, want ik speel deze game. Ja, dat vind ik ook wel raar wat je nou doet. Ja, maar normaal ben ik die gast die salty doet en dan zeg jij, ga je nou haat op deze game? En ik moet daar nog steeds aan wennen dat je dat bij deze game niet zegt, zeg maar. Nee, omdat je bij deze game ook gewoon echt gelijk hebt, zeg maar. Dan is het ook echt het probleem van de game, zeg maar. Maar bij Sun and Moon haat ik op dat je hallo leerde, zeg in het tutorial. Nee, dat vond je alleen maar leuk. Nee, ja, dat klopt. Hey, ik heb daar vet veel aan gehad, gast. Nu weet ik hoe ik hallo moet zeggen. Dat was echt super gunstig. Nee, maar... Er waren wel andere dingen. Hoezo? Ik stond nog op een platform. Jij fucking kut game. Nee, maar er waren wel andere dingen aan de game waarin ik soms echt zei... Ah, oh, ik haat deze game. En dan zeg jij...
Yo, doe niet haat op deze game. Deze game is cool. En bij deze game doe je dat niet. En daar moet ik heel erg aan wennen. Ik vind Sun & Moon best leuk. Ik vind Sun & Moon ook wel leuk hoor. Alleen, ik merkte wel dat de eerste keer was ik Sun & Moon heel erg aan het verdedigen. Omdat, bruh, ik dacht, is gewoon een leuke game. Ja. Ik merkte wel, ik vond hem minder leuk. Ik ga eerlijk met je zijn. Yo, ik heb die boomstammen gehaald. Ja, dat kwam ook door het feit dat we een Nuzlocke aan het spelen waren, denk ik. Nou, nee, dat is niet waar. De eerste keer zijn tutorials en dat soort dingen niet erg, zeg maar. Omdat je de game voor het eerst speelt. Dat bedoelde ik ook. Dat bedoelde ik ook. Ik heb al 2 sterren deze aflevering gehaald, hè. Sander, dat is een nieuw record. Ja, dat dacht ik al. Ik ben trots op je. Oh shit, hoe heette dit level? Elevator Tour in the Volcano. Oh ja, die probeerde ik zo net ook te doen toen ik steeds dood ging. Nee, oké. Okay. Dat is fijn dat ik weet dat ik die moeilijke moet doen. Oh, Sander, ze zijn allemaal moeilijk. Ja! Nou, dat scheelt weer. Let it go. Ik weet nog, toen ik het eerst Frozen had gezien, ik vond dat nummer echt een bang. Vond je dat zo'n kaboom? Nou, nee, toen zei ik dat nog niet zo vaak. Dus. Dat was zeker een pijnlijke periode in je leven. Ja. Toen was ik zo'n bittere man. Zo'n bittere, zure zuurpruim. Yo, Mario, don't fall right now. Thank you. Ik hang aan een paal. Niet aan een paal. Van Diamond and Pearl. Nee, niet falling. Why do you falling, man? Why the fuck you're falling? Why you're always falling? Ook als je daar valt, dan ben je ook gewoon meteen game over of dood. Als in, als je bij die elevator valt, dan heb je gewoon geen kans om terug meer te komen. Oh ja, dat vind Sander. Ik kut. En die palen zijn ook nog eens kut. Sander, dat was dus dat level waar ik dus de hele tijd over aan het schelden was net. Oh, ja. Dat was dat level. Ik ga even straks naar mijn vader toe hoor, want ik vind echt dat ze hier iets aan moeten doen. Full circle. Maar nee, maar echt hoor, wat een kut game. Deze game ik vind... is niet heel plezierig. Nee. Zeg maar, die elevator, dat is op zich wel een makkelijke als die palen niet zo kut werkten. Als in... Ja, die palen die kloppen niet. Ik weet er alles van, Sander. Ja, ik probeer het ook je uit te leggen, omdat ik... Ja, maar jij weet dat gewoon al. En dat weet ik eigenlijk stiekem ook wel, dat jij dat weet. Doe niet tijgen als je poesie bent. Wacht, hoe heet je YouTube kanaal? Dat weet ik. Joh. Heb je de Fucked Up Boeren gezien van mijn andere favoriete YouTube-kanaal? Nee, want ik kijk Makersvlog. Oh. Dat was wel Boeren, ik ben helemaal Fucked Up Boeren. Ja, dat is wel. Reageer. Maar... I do not liking the rappings, but... Makersvlogs? He do be my favorite kut. Rapping. Ja, oké. Okay. Volgens mij moet je hier mikken dat je op die bal komt. Want anders, dan val je ernaast en dan ben je dood. Anders is en 3 keer raden wat er gebeurt. Sander, ik ben zo tantoe gek van deze game, hè. Ik ga denk ik mijn dingen gooien, zo. Ja, maar meestal zou ik zeggen van, yo, ga niet met shit gooien, man. Daar word ik echt boos van. Maar nu zeg ik, yo, je hebt gelijk. Het is dat ik van geld hou, anders had ik nu mijn controle echt al kapot gesmeten. Echt hoor. Yo. Waarom? Oh, draai nou mee, ik weet dat straks... Echt jongen, deze game is zo kut. Ja, hé! Hey.
Dit is zulke bullshit. Yo, ik ga dit straks speciaal voor jou renderen. En dan ga ik je dit laten zien. En dan laat ik zien hoe bullshit dit was. Ja, maar Sander, waarschijnlijk is dat bij mij dus ook elke keer gebeurd. Is het dat je van die paal springt en dat je er elke keer overheen gaat? Omdat Mario te snel loopt? Nee, ik had... For some reason ging die elevator... Die bukte. En ik viel dus van die elevator af. Wow. Maar die elevator blokte mij, waardoor ik niet op het land kon springen. Oké. Okay. Maar je hoeft hem niet daarvoor te renderen, hoor. Maar... Jawel, dat ga ik gewoon doen. Ik wil dit clipje jou laten zien hoe bullshit dit is. Ik haat deze game, ik haat alles. Ik denk dat ik na deze game naar een psycholoog moet. Kan je niet eerst even aan je vader vragen hoe het zit? Zeg maar... Nou... Kijk, hij is wel de maker van deze game. Maar ik heb gewoon professionele hulp nodig na deze game. Want ik heb hem nu toch al zo ver gespeeld. Nu heb ik wel gewoon die professionele hulp nodig. Snap ik. Oh, je kunt wel... Door de vuur, ja, dan kan je wel geraken. Ik dacht, als je op die paal stond, dat je dan... Ja, daar kwam ik ook op de harde manier achter. Wauw, okay. Wat een... Ik moet niet. Hoe lang hebben we nog? Hoe lang... Trek even af. 3 minuten 40. 3 minuten nog? Ja. Jezus. Leef. Nou, kut Mario. Ik ben boos. Ik ook. We both boos. We both boosing? Doe niet tijger als je boos bent. Nou, moet ik even Tim bellen, hoor. Nee, wel op die paal komen. Oké. Oké, maar hoe ga ik dit... Waarom kan je dan niet gewoon draaien? Wat is dit voor een type? Nee, dan gaat hij dus... Shit. Dat werkte niet. Nee, nu ben ik game over. Ik heb wel nog 3 minuten, maar... Nou, nog 2 minuten. Wat... Kut dit. Ja, oké, maar dat red ik wel. Ah, wat kut dit. Had ik al gezegd wat kut dit? Ik word hier zo verdrietig van. Zo verdrietig van. Ik word hier heel erg verdrietig van. Voor de mensen die nu gewoon... naar mijn scherm kijken. Hè? Dit is gewoon dus... Je kan hier de camera dus niet normaal bewegen dat je... Nou, laat ik zeggen, gewoon een goede point of view hebt, zeg maar. Hier, dat bedoel ik! Die zeg maar wel. Oh, dan kom ik hier helemaal hieruit. Oké. Ik wou dus dat ene level waar ik niet uitkwam, wou ik rage quitten, ga ik niet doen. Oh, ik vind dat... Wat? Nee. Het erge is nog, Sander, dit level, dit is pas afgelopen als ik de ster heb, want ik kan niet echt doodgaan van fall damage of van obstakels of zo. Hé, welk level doe je? Ja, ik weet even niet hoe... Oh, dit is de dry wet level, ik weet niet of je die kent. Heb je allemaal van die soort van kubusjes en die, hoe heet het, die verhogen of verlagen het waterlevel? Ja, yeah, nee, niet die. Good.
Wel, dat lijkt me haast nog een van die die wel redelijk te doen is. Nou, echt niet. Hoeveel sterren heb jij nu dan? 46. 26. Op zich lopen we dan... loop jij niet ver op mij uit of zo. Ik heb steeds wel het gevoel... Ja, maar dat was vorige aflevering toen we het erover hadden. Toen stonden we 19 verschil. Dus zo bedoel ik het. Oh, zo. Je loopt niet steeds verder op mij uit. Terwijl dat gevoel heb ik wel steeds. Maar jij gaat ook gewoon superkut. De tijd is om en ik heb nu een ster. Dus voor mij is het af. Nee. Oh. Oké. Waarom wil hij nou niet... Je kan niet recht lopen. Hij staat zo schuin. Kaboom, ik heb wel een ster. 27. Dus dan... En jij hebt nu 47 dan, dus. Ja. Oké, dat was hem, hè? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ja. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je dit een leuke game? Dan spoor je niet. Vind je Sander een coole jongen? Ga naar zijn kanaal. En zie ik je graag in de volgende aflevering. Hè? Dat spoor je wel, zei ik. Ja. Adios, amigos.